bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een nieuwe soort video. Ik heb vandaag een soort van Get Ready With Me, waarin ik me helemaal ga opmaken. En we gaan kletsen over moordenaars. Dit video idee heb ik gezien bij een Amerikaanse YouTuber. Ik weet haar naam eventjes niet meer zo uit mijn hoofd, maar ik breng haar even hier in beeld. Zij maakt superveel van dit soort video's, dus als je er heel veel wilt zien, ga zeker even naar haar kanaal. Het is wel obvious in het Engels, dus je moet wel Engels kunnen verstaan. Ik ga vandaag een soort van Nederlandse twist eraan brengen. En ik heb een vrouwelijke Nederlandse seriemoordenares over wie we het gaan hebben. Ik vond het wel leuk om iemand te behandelen uit Nederland en ik vond het extra leuk om een vrouw te nemen. Want er zijn altijd heel veel seriemoordenaars en dat soort dingen, maar vrouwen is toch wel een beetje zeldzaam. Maar ook hier in ons landje hebben wij gewoon vrouwelijke seriemoordenaars. Dus we gaan het vandaag hebben over eentje. Ik vind altijd moorden en dat soort dingen altijd heel erg fascinerend. Ik heb denk ik echt iets te veel van dat soort video's, films, docu's gezien en zo. Want ik loop ook echt altijd rond met een mes in mijn tas. Want ik weet niet wat er kan gebeuren. Misschien word ik ontvoerd. Wil iemand mij, weet ik veel, iets aandoen. En dan heb ik altijd een mes in mijn tas om mij te beschermen. Dus ik raad jullie aan om niet te veel moorddocu's te bekijken. Anders word je helemaal zo paranoia als mij. Maar goed, ik vind het altijd super fascinerend hoe mensen dit soort gruwelijke dingen kunnen doen. En ik vind het altijd nog extra fascinerend als het gaat om een vrouw. Want ik ben zelf ook een vrouw en ik kan mij gewoon niet eens voorstellen dat ik zoiets zou gaan doen. Dus ik vind het altijd erg fascinerend. Dus ben je al benieuwd naar de video en vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga me dus opmaken en het verhaal vertellen tegelijk. Dus als ik vergeet te vertellen wat ik precies gebruik, beneden in de beschrijving staat een hele lijst met alle producten die ik vandaag ga gebruiken. Want ik denk dat ik zo nu en dan ga vergeten om te vertellen wat ik gebruik, omdat ik dan midden in mijn verhaal zit. Ik haal even haar verhaal erbij. Het is echt een hele fascinerende vrouw, laat ik het zo zeggen. Ik ga beginnen met mijn gezichtsmake-up en dan daarna pas mijn ogen. Ik ga mijn gezicht primen met deze Catrice Fresh It Up Primer. En als foundation mijn Maybelline 24 Hour Foundation in de kleur 34 Soft Bronze. We gaan het dus hebben over een vrouwelijke seriemoordenares. Ze heet Maria Catharina Swanenburg. Ik moet het even voorlezen, want ik weet het allemaal ook niet uit mijn hoofd. En ze werd ook wel Goeie Mie genoemd. En zij was dus een Nederlandse seriemoordenares. En ze was geboren op, even kijken, 9 september 1839 in Gorinchem. Nou, dat is echt al een tijdje geleden. De bijnaam was Goeie Mie. En wat was het nou precies dat deze vrouw deed? Ze heeft mannen vermoord en ze heeft hun vergiftigd. Ze heeft het gedaan door middel van vergif. Dat doen altijd heel veel vrouwen. Dat is een redelijk makkelijke manier om mensen te vermoorden zonder helemaal agressief te moeten zijn met een pistool en een mes en zo. Vooral een mes, dan moet je echt helemaal in het lichaam gaan. Dus als je die stap zet, dat is niet echt heel makkelijk. En het kan misgaan dat iemand jou verslaat of zo midden in het gevecht. Dus iemand vergiftigen is een vaak gebruikte methode door vrouwelijke moordenaressen. En zij staat ook in het Guinness Book of Records door de persoon die de meeste mensen heeft vergiftigd. Dus over de hele wereld, tenminste van wat bekend is, is zij de vrouw die de meeste mensen heeft vergiftigd. Nou, dat is wel echt een record. En hoeveel heeft ze er ongeveer vergiftigd? In slechts 3 jaar tijd heeft ze meer dan 100 mensen vergiftigd. Nou, dat is echt veel. Oh my god. En van al die mensen zijn er 27 ook echt dood gegaan. Dus niet allemaal. Als je mensen vergiftigt, gaat het toch niet altijd 100% goed. Slechts 27 mensen zijn ook echt dood gegaan. Gelukkig niet allemaal. Dat is dan wel weer iets goeds. Ja, voor haar dan niet. Want hè, zij wilde ze vast gewoon echt allemaal dood hebben. Anders had ze dat niet gedaan. Maar ze werd verdacht van het doden van meer dan 90 mensen. Maar dat is dus nooit bewezen. De enige die echt zijn bewezen vermoord door haar zijn dus die 27 mensen. En dan vraag je je misschien af, waarom deed ze dit? Nou, het was echt allemaal puur en alleen om geld. Zij was uit op hun geld. Want als je iemand vermoordt, dan komt dus hun erfenis en zo. En daar was zij gewoon op uit. Ze wilde gewoon geld, dat was het. Het was niet iets van liefde of wat dan ook. Of gewoon omdat ze daar een zin in had of zo. Het was echt gewoon, ze was gewoon uit op geld. En dat was het gewoon. Nou, ik zal even kort iets vertellen over haar. Ze is geboren in een relatief arm gezin. Ze hadden dus niet veel geld. En haar hele jeugd lang heeft ze altijd mensen moeten verzorgen. Dus zij wist ook goed hoe ze dan die gif kan maken. Want ze is al gewend om mensen te verzorgen. En als je mensen verzorgt,
dan weet je ook wel een beetje hoe je mensen vooral niet kunt verzorgen en kunt vermoorden. Toen zij 12 jaar was, moest ze met haar hele gezin verhuizen, want ze konden de huur niet meer betalen. En doordat kwam zij echt bijna niet meer naar buiten. In 1868 is ze getrouwd met een man. En met die man heeft ze 5 kinderen gehad. We spoelen even door van na haar jeugd naar toen ze was getrouwd. En ze heeft dus 5 kinderen gehad. 5 zonen en 2 dochters. Het zal maar je moeder zijn. Nou, mensen, besef even. Stel je even voor dat dit gewoon je moeder is. Oh my god. Maar 2 van haar 5 kinderen zijn al jong doodgegaan. Er werd dus gezegd dat zij daar iets mee te maken heeft. Maar dat is niet bewezen. Maar als ik zo kijk naar wat ze allemaal heeft gedaan, zie ik haar daar best wel gewoon voor aan. Maar officieel gezien zijn die 2 kinderen doodgegaan aan een ziekte. Dus het is niet bewezen dat zij dat had gedaan. Maar ja, dat wordt dan gewoon uiteindelijk zo gezegd. Nou, haar baan was dus het verzorgen van zieke mensen, opa's, oma's en dat soort dingen. En wat ze dan deed was stiekem achter hun om verzekeringen afsluiten op hun naam. Waardoor als ze doodgaan, zou zij dat geld krijgen. En dat kon in die tijd allemaal nog. Volgens mij kan dat nou echt niet meer zo sneaky en zo. Maar in die tijd was het natuurlijk allemaal veel meer makkelijk om dit soort dingen te doen. En dat was dus wat ze deed. Dus het is echt wel best wel gemeen. Dus jij helpt mensen, die mensen vertrouwen jou. En wat ga jij doen? Hun gewoon vermoorden voor geld. En in die tijd was hier echt superveel geld mee te verdienen. Dus het was voor haar echt makkelijk om dit te doen. En ze had er ook echt veel aan, want je kon echt veel geld mee verdienen. Toen ze dus dat idee in haar hoofd haalde, begon ze langzaamaan met individuele mensen gewoon langzaam te vermoorden, te vergiftigen voor hun geld. Het ging in het begin allemaal goed. Ze begon gewoon rustig aan met gewoon individuele mensen. Gewoon 1 keer een man, 1 keer een vrouw, dat soort dingen. Maar alles ging gewoon zo goed dat ze op een punt kwam dat ze gewoon hele gezinnen ging vergiftigen. En gewoon al hun geld eiste in 1 keer. En ja, dat is gewoon altijd hoe het gaat met mensen. Als je iets doet en het gaat goed, dan ga je steeds een stap verder en een stap verder. En dat was dus wat zij ook deed. En om het allemaal nog ietsje heftiger te maken, het waren niet alleen maar vreemde mensen voor wie ze, die ze verzorgde, maar ook haar eigen familie. Zij had complete scheid, ook haar eigen familie heeft ze gewoon vergiftigd. Op 30 mei 1881 heeft ze haar schoonzus ook vergiftigd. Die heette Cornelia van der Linden. En haar neef heeft ze vergiftigd en haar broer. Dus deze vrouw ging er echt helemaal voor. En er werd ook gedacht, maar er is verder geen bewijs voor, dat ze ook haar eigen vader en moeder heeft vergiftigd. Maar nogmaals, dit is ook zo'n gevalletje als met haar 2 kinderen. Daar is verder geen bewijs voor, dat wordt gewoon gedacht. Even een beetje fixing spray, Max & More fixing spray. Mensen, ik heb nog steeds geen wire. Ik moet echt even naar de Action of zo om die te halen. Oké, mijn basis is nou gezet. Ik ga beginnen aan de ogen. Ik ga dit oogschaduwpaletje gebruiken van Makeup Studio Eye Collection Violet Gypsy paletje. Dit is een paletje met 4 kleuren. En het zijn vooral paars kleuren. Oh, het kwastje viel eruit. Deze is mat. Even kijken. En de rest is glanzend. Dus hiermee ga ik even een lookje maken. Dit paletje heb ik nieuw. Dus ik ben benieuwd hoe die gaat werken. En dan maak ik gewoon even een vrij simpele, makkelijke ooglook. Ook vooral omdat er echt maar 1 matte kleur in zit. Dus we kunnen niet echt heel hem gaan. Het zijn maar 4 kleuren. Dus hiermee ga ik even een lookje maken. En dan gaan we even verder met het verhaal over onze fantastische Maria. Nou, dan vraag je je misschien ook af, hoe kon zij dit allemaal gewoon maar doen zonder dat iemand aan de bel trok? Nou, dat is dus vooral omdat in die tijd werd het sowieso niet gedacht. Je moet ook bedenken, dit is gewoon een volwassen, lieve vrouw die gewoon ouderen verzorgt, helpt. Je denkt echt niet 1, 2, 3, oh, zij vermoordt mensen. Dat is gewoon niet wat men denkt gelijk. Dus ze kwam er echt best wel lang gewoon mee weg. Ook omdat ze echt als een of andere fantastische engels al die mensen gewoon echt tot de dood bijstond. Ze was super lief, ze loog heel goed en ze had gewoon heel veel charisma, waardoor mensen nooit dachten dat zij dit deed. En ze bleef hun ook echt bijstaan tot aan de dood. Je moet even beseffen hoe evil je dan bent. Jij vermoordt iemand, je weet dat het jouw schuld is en dan ga je hun nog gewoon echt bijstaan, helpen, terwijl ze gewoon langzaam ten onder gaan aan jouw gif. Nou, dan ben je toch wel echt helemaal niet 100 in je hoofd. Dat is gewoon evil
ten toppen gewoon. En er kwam ook bijna nooit een dokter, omdat zij altijd wel gewoon een verhaaltje vertelde en een smoesje bedacht, waardoor er gewoon geen dokter kwam kijken. Dus dat werd ook nooit gedaan, dus men kwam er ook nooit echt achter wat er nou precies was gebeurd, hoe ze nou echt precies dood zijn gegaan, want er kwam geen enkele dokter even checken of zo, omdat zij gewoon steeds een heel goed smoesje bedacht. Afijn, om de schijn nog meer op te houden, is dat ze af en toe ook gewoon iemand een drankje liet halen voor die persoon die dan overlijdt, terwijl ze al goed wist dat die persoon dood zou gaan, maar dat is dan gewoon allemaal een act om het allemaal nog meer geloofwaardig te maken. Dus jongens, je moet echt begrijpen dat zij alles eraan deed om de schijn op te houden. En ze heeft het ook echt goed gedaan. En een goed voorbeeld hiervan is haar zusje. Die heeft ze ook vergiftigd. Ze had haar zusje bij maar liefst 4 verzekeringfondsen verzekerd. Als je het zo kan zeggen. Dus ze zou echt heel veel geld binnenhalen als zij overlijdt. Die arme meid was helemaal kapot aan het gaan van de buikkrampen. Want doodgaan door middel van vergif kan echt heel heftig zijn. Ze ging helemaal dood aan krampen. En wat vertelt zij aan haar familie? Simpelweg, er is gewoon geen dokter. Dus op die manier bedacht ze gewoon steeds een smoesje, waardoor men gewoon langzaamaan dood ging, zonder dat iemand er ook gewoon naar keek. En een manier hoe zij dus die mensen vergiftigde was via melk. Ze deed gif in melk en dan dronken die mensen dat. En dan ja, werden ze gewoon vergiftigd. Er was ook een keer per ongeluk een kat die melk had gedronken. En die kat ging ook gewoon dood. Super sneu, ik hou van katten. Ik heb ook een kat. En die had dus van die melk gedronken. En die kat werd ook vergiftigd en ging dood. Maar ondanks dat, ondanks al die dingen, had toch niemand argwaan en niemand had iets door. En alle ingrediënten om al die gif te maken haalden ze gewoon bij de apotheek, bij de droogjesterij of hoe het in die tijd ook heette. En dan gewoon als smoesje had ze gezegd, ja, ik heb ratten in mijn huis, ongedierte, schimmel, dat soort dingen. En dat ze dus al die ingrediënten moet hebben om dat allemaal uit te roeien. Maar ja, ondertussen was ze daarmee gewoon gif aan het maken. Hele slimme vrouwen, jongens. Ja, ja. Vrouwen zijn altijd zo slim in dit soort dingen. Mannen nooit. Mannen zijn altijd een beetje dommig. En het gif heette precies arsenicumvergiftiging, heet het. Of zoiets. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat is wat hier staat. En dat was sowieso al een hele bekende soort gif in die tijd om, ja, mensen en dieren mee te vermoorden. En van haar 27 bekende slachtoffers waren er gewoon 16 uit haar eigen familie. Nou, dan ben je toch gewoon ziek, jongens. Dat was dus geen hechte familie, kennelijk. Nou, dit was dus eigenlijk gewoon basically wat ze allemaal deed. Ze vergiftigde gewoon mensen en die gingen allemaal dood. En ze had gewoon heel de tijd een smoesje waarom ze de ingrediënten moest hebben voor het gif. Waarom er geen dokters kwamen. En al die dingen, dat is dus helemaal hoe het is gegaan. Nou, uiteindelijk is ze dus obvious gepakt, anders kenden we nou dit verhaal niet. En hoe is dat nou precies gegaan? Ik ga heel even snel mascara doen en nep wimpers, want dat kan ik niet doen terwijl ik praat. En dan kom ik zo bij jullie terug en dan ga ik het hebben over hoe ze is ontmaskerd. Woehoe. Ben ik weer. Ogen zijn helemaal klaar. Een hele leuke paarse smoky eye. Ik vind het een fijn paletje. Hij werkt gewoon echt goed. Nou ga ik verder met mijn gezicht bedoel ik. Ik ga mijn gezicht bronzen met deze bronzer van Morphe. Mooie warme bronzer in de kleur Megastar. En we gaan het natuurlijk weer hebben over onze Maria. Hoe ze is gepakt. Nou, ze is gepakt in 1883. Hoe is ze gepakt? Omdat ze iets te ambitieus was. En ze was bezig met zowel een heel gezin uitmoorden als haar buurmeisje. Helaas overleed dus niet iedereen en één persoon had geklaagd. En die had geklaagd over dat haar eten vies smaakte. En om precies te zijn, wat ze at heette gortenpap of zo. Een soort van pap. En zij had dus geklaagd over dat er eten heel raar en vies smaakte. En iemand had Maria die dag het huis zien binnendringen. Nou, en toen was het gewoon 1 plus 1 is 2. Toen werd Maria gearresteerd. En dit allemaal eigenlijk gewoon alleen maar omdat haar onderbuurvrouw had dus haar dat huis zien binnendringen. Als zij dat niet had gezien, was ze gewoon nog steeds hiermee alweer weggekomen. Nou, toen werd dus Maria gearresteerd. En vanaf daar ging het down under. Toch? Zo zeg je dat toch? Down under? Als blush gebruik ik mijn MAC Cosmetics blush in peaches. Nou, wat gebeurde er toen? Toen Maria werd gearresteerd, had ze precies van die familie die ze dus weer aan het vermoorden was, had ze hun fondsenkaart in de zak. Oftewel, ze had dus
het kaartje van hun verzekering in de zak. Ja, en toen had de politie iets van, wat is deze vrouw aan het doen? Vervolgens hebben ze haar onderzocht en hebben ze iets van 15 lichamen kunnen vinden. En in al die lichamen hebben ze dus gif gevonden. Dus toen kwamen ze erachter, oké, deze vrouw is dus gewoon hier iedereen aan het vergiftigen. Nou, toen hebben ze alles nog verder onderzocht en toen kwamen ze er ook achter dat elke keer vlak voordat iemand overleed, Maria dus een verzekering had afgesloten op hun leven. Dus toen, ja, toen was het helemaal 100% oké, deze vrouw is dus gewoon voor geld mensen aan het vergiftigen. En dan vraag je je misschien af, hoeveel heeft ze nou in totaal hier allemaal aan verdiend? Maar liefst 2.000 tot 3.000 gulden. Dat klinkt voor nu echt belachelijk laag, maar voor toen was het echt een aanzienlijk bedrag. Het was niet zoals nou. Het was toen echt super veel geld, dus het was voor haar absoluut wel waard. Oh, ik heb een beetje overdreven met de highlighter op mijn neus. Oh my god, dat was iets te heftig. Ik gebruik by the way deze van Nabla. Deze is super mooi in de kleur Wave. Na ruim een jaar onderzoek werd ze op 23 april 1885 voor het gerechtshof in Den Haag alle moorden ten laste gelegd. En ze werd dus verdacht van ruim 90 moorden. Voor mijn lippen gebruik ik mijn Morphe Sweetie Lip Pencil en deze W7 lipstick in de kleur Too Fabulous Sleek. Een beetje een nude lipstick. Ik ga even snel mijn lippen doen, want ik kan niet praten en mijn lippen doen tegelijk. De eerste getuige heette, even kijken, Piet de Hees, die ze ook had geprobeerd te vergiftigen, was dus niet gelukt. En toen die letterlijk in het ziekenhuis was, had ze ook nog eens vergiftigde broodjes naar hem gestuurd om het echt nog te willen afmaken. Dus deze vrouw wist van geen stoppen. En zijn broer had ze wel gewoon vermoord en van dat geld had hij ook helemaal niks meer gezien. Dat had ze gewoon allemaal geclaimd. Nou, Maria ontkende in het begin alles, maar toen er steeds meer getuigen kwamen en bewijs en zo, kon ze dat niet echt heel lang volhouden. Ik gebruik mijn Pixi Glow Mist als setting spray. En toen begon Maria allemaal smoesjes te bedenken over dat ze wraak wilde nemen, dit soort dingen, bla bla bla. Maar uiteindelijk ging het haar gewoon puur alleen om het geld. Nadat al de verhalen, al de smoesjes die ze had bedacht, gewoon totaal niet klopte, heeft ze uiteindelijk toch gewoon toegegeven dat ze die mensen heeft vergiftigd. Maar ze zei wel dat ze dronken was en dat ze niet nadacht. En toen werd ze uiteindelijk toch ontoerekeningsvatbaar verklaard. Dus dat wel, en dat is wel weer jammer. En ze heeft ook nooit berouw getoond of wat dan ook. En haar bijnaam was toen veranderd in de Leidse gifmengster. Uiteindelijk is ze op 1 mei 1885 veroordeeld tot levenslang verblijf in een tuchthuis. In december 1885 stond ze ook nog terecht in Leiden. En ze bracht vervolgens de rest van haar leven door in een tuchthuis in Gorinchem. Waar ze in 1915 op 75-jarige leeftijd overleed. En dat was dan het einde van dit verhaal. Nou mensen, dit was dan het verhaal van de Nederlandse seriemoordenares Maria Swanenburg. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Na haar dood hebben ook nog heel veel mensen jaren daarna nog onderzoek gedaan naar haar. Om te onderzoeken of het echt alleen maar ging om geld en zo. En sommige onderzoekers dachten ook dat het Maria ook echt ging om de macht. Ze vond het gewoon leuk. Het was een beetje een machtgevoel dat zij kon bepalen over mensen hun leven. Wanneer ze doodgaan en wanneer ze blijven leven. Dus die twee dingen hebben waarschijnlijk samen ook een rol gespeeld. Dus niet alleen het geld, maar ook het machtgevoel. Nou, dit is dan de uiteindelijke make-up look. Het is echt super goed gegaan. Ondanks dat ik me niet echt 100% bezig hield met mijn make-up, omdat ik er ook een verhaal aan het vertellen was, is het wel helemaal goed gegaan. I love it. Omdat ik dus heel te aan het praten was, heb ik niet bij elke stap verteld wat ik heb gebruikt, maar beneden in de beschrijving staat een hele lijst met elk make-up product die ik heb gebruikt. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Dit was weer iets nieuws. Zoiets heb ik nog nooit gedaan. Vond je het leuk? Laat het me dan echt weten, want dan wil ik echt nog wel meer van dit soort video's maken met andere modenaars, mannen, vrouwen, whatever. Wat voor verhalen jullie ook willen horen, let me know. Het hoeft niet per se altijd over moord te gaan. Als jullie het gewoon leuk vinden om bepaalde thema verhalen te horen terwijl ik mij opmaak, laat het me dan even weten beneden. Want ik ben echt van plan om dit te gaan doen. Dus als jullie iets hebben van, nou, ik vond het toch niet zo leuk, laat het me dan ook weten, want dan ga ik het vooral niet doen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!